Yo mensen, it's your boy Pino Boy en welkom dat jullie kijken naar een gloednieuwe video Brooklyn Gamer. En zoals jullie zien sta ik op een Kurumanti en vandaag gaan wij winkels overvallen. En zoals je hier ziet, zie je een best wel lelijke Kuruma. Ja, hij is best wel lelijk, vind ik. Dus laten we hem eerst pimpen voordat we winkels gaan overvallen. Dit is weer gewoon een kleine heist, net zoals ik de vorige keer met Milan deed. Maar dit keer gaan we het record verbreken. Als het goed is hadden we 6 winkels de vorige keer overvallen. 6, oh. Gaat het wel goed met hem? Nou, laten we gewoon verder gaan. En wat doet die dude steeds? Ah. Oké, op naar de garage. Ah, dude. Waaah. Oh nee. Non. Ja. Ik ga tenminste in het Los Santos custom schuilen. Oké. Voordat we... natuurlijk winkels gaan overvallen, hebben we wel een winkeloverval car nodig, right? If you know what I'm talking about. Race. Bam. Goeie. Ik spaar eigenlijk voor rockcar, maar ik ga nog even wachten daarmee. Horen. Natuurlijk, neon lights, ben je gek? Oh wacht, dat is headlight. Oké, plate. Crew emblem natuurlijk. De broekloos game crew rijdt. Crew. Huppakee. Kunnen we ook secondary color crew. Huppakee, de crew color. Oké, en dan gaan we naar script. Nou, wat die hebben we wel gewoon zo. Spoiler. Ik denk dat ik hem zo wil, alleen die heeft... Ik denk dat ik deze neem. Suspicion, wel goed. Transmission, helemaal mooi. Turbo, nog niet. Wheels, I don't know. Windows. Laten we hem gewoon zo houden. Zo, die is een beetje gepimpt. Woehoe. Zo, nu ziet hij er echt veel beter uit. En nu is hij eindelijk klaar voor winkels te overvallen. Oké, laten we naar de volgende. Eerst gaan. Wie wordt het eerste slachtoffer? Ik kies denk ik voor deze. Let's go. Oh, sorry. Oh. Sorry about this. Oké, hier gaan we naar links. Oeps, heb ik bijna tegen. Sorry. Oh, wat? Wat deed hij hier wat laat? Oké, hallo eerste slachtoffer, u wordt, u bent op tv, u wordt live beroofd, dus wees blij. Oh. Dude, what are you doing? You ain't worth a piece of dog shit. Maar eerst, oh what the fuck are you doing? Wat gebeurt hier allemaal? Wat? Oké dan. Nou, we hebben tenminste monies. Nog even die pakken. Oh mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Ik dacht we gaan gewoon een normale... normale kleine heist doen. En wat gebeurt er? Alles gaat fout. Oké, snel even... Nee, ik hoef niet geen telefoontje. Nee, ik hoef geen telefoontje.
You say it again, you hang it. Oké, okay, de volgende slachtoffer. Even kijken. Snel. Oké, deze is degene die ik tot nu toe dichtbij zie. Boss? Dude! Oh, wacht even, dude. Come on, man. I'm just making a video. Don't call me like this. LSCD, go over now. Ik kan geen salto doen, sorry. Pin! Pin! Ik ga fidget spinnen. En kom. Ik moet even een blokkade vinden, dat is wel leuk. Oh. Oh nee. Oh, daar is er een. Bam! Holy shit! Oh. Sorry, right there. Sorry. I don't mean to do that. It was on YouTube now. Be happy. Hi, dude. Come on. Give me the money. Oh mijn god. Kom al binnen. Kom op, kom op. Nee, daar komt iemand. Shit. Kom op! Fire! World War, dude! Pijnlijk! Ah! Yes! Oh mijn god, dat ging net goed. Snack. Ik heb geen snack. Ik had dit beter met iemand anders ook moeten doen. I don't wanna go to jail like this. Ik wou gewoon snoepjes stelen. Is het nou zo erg? Kan ik wel vesten? Nee, niet hierheen. Kan ik wel vesten? Blokkeer de deur. Go. Give me your money. Kom op, voordat ze er zijn. Give me the monies. Oké, nou, get. Ah, dat is weer. Ja, die hebben we niet meer nodig. Ja, nee, ik even. Nee, wat gaat hij doen? Kom op. Nee. Are you kidding me? Kom op, laat me het geld nog pakken. Als ik het geld nog heb, mag ik nog doorgaan. Come on. I made it. Ah. Oh, wat? Hey. Oké. Ik denk dat we nog verder kunnen. Oh, we hebben ook nog al het geld ook. Oh, oké. Oké dan. We kunnen nog wel verder. Let's go. Nou, dan gaan we gewoon weer winkels overvallen, toch? Hoe kan ik al dat geld nog hebben? Net opgepakt, denk ik. Weet ik veel. Ik moet ook eventjes een manier vinden om onze auto echt perfect neer te zetten. Nee, een snack. I need some snacks.
Je lacht nog ineens. Oké, okay, let's go. Ik heb nu geen Karuma, dus dat is echt een beetje moeilijk. Hè? Ik snap echt niet hoe we nog aan dat geld komen, maar oké. Okay. Oh, toet toet. Oh, daar ging mijn band. Dat ging snel. Als we het geld gewoon blijven houden, dan kunnen we nog gewoon verder. Dus die ene dead, die maakt nu niks uit omdat ik het geld nog heb. Oh nee, dat. Kan ik deze auto even lenen? Dank u. Alsjeblieft. Oh, nee. Eén ding snap ik niet. Hij moet hem nog gaan stelen. Zoals van helemaal repareren of zo. Weet ik veel wat hij doet. Of helemaal aanzetten. Terwijl deze auto gewoon stilstaat op de weg. Dus dat klopt toch wel. Oh, we gaan KO doen. KO! Ah man, dat kan alleen maar prima dus. Ik weet nog steeds niet wat het verschil is tussen Duco Dead en een Karuma. De Duco Dead die kan heel veel wolken staan, alleen die kan je gewoon killen met een handgun die erin zit. Omdat je heel gemakkelijk kan killen. Zo, oké. Okay. Let's go right over. Let's go right over. I want to take my money back. Ik dacht nu niet dat het vast zit. Oh, toch wel. Oh, ja. Kunnen we dit nog halen? Wat? Klopt dit? Klopt dit? Oh, nee. Houston, we got a problem. You're stuck on the... what are we going to do now? Mommy, it's a squad guy in my room. I don't like him. Get a problem. Dit is nog very goed aan het gaan. Oh shit. Oh shit. Oh. Bruh. Oh, wie de fuck is dat? Oh mijn god, wat? Sadly. Hey, zullen we Minecraft spelen? Oh nee, laat maar. Wat deed ik? Oh mijn god, ik had geen geweer. Als ik dat kon terugspoelen, hè, dan kon je zien dat ik gewoon een geweer. Ik had toch gewoon een geweer gehad? Oh mijn god. Oh, het geld wat ik heb beroofd van die winkel gaat eraf. Oké, we hebben maar 4 winkels in totaal kunnen beroven. Dus dat is niet het nieuwe record. Ik zweer jullie, ik kom terug en... gonna take my money back that I verdient. Kan ik mijn geld nog oppakken? Weet je wel, we gaan het gewoon terugpakken. You can't deal me like this. Bam. Beam. En we hebben gewoon weer het geld. Ja, ik... Oh, ik weet niet of dit juist vals is of juist goed is. Ik zeg dit niet soort van dat het een record is gebroken met iemand en mij. Maar ik zeg wel... Ik snap niet wat ik hier aan moet denken. Maar ik zal wraak nemen op elke winkel GTA. Echt sowieso. Elke winkel.
zal wraak nemen samen met de hele crew. Misschien met andere mensen ook, maar ik ga wraak nemen met een hele crew. En dan gaan we heel de stad leeg robben, dat een online speler niet meer denkt van ik ga een winkel snoepjes kopen. Nee, ze zijn allemaal geroofd. Oh shit. Oh hi dude. Oké. Bye. Hey, ik ben bijna level 100. What? Bijna de 100 behaald. Oké, let's go. Als ik nu nog één keer dood ga, dan stop ik er gewoon mee. Dan denk ik echt gewoon, brr. Oh shit! Oké, wat gebeurt er daar? Let's do this! Sorry, LFPD! LFPD! Go over now! Ik weet dat we dit niet gaan overleven, maar ik ga het toch proberen. Oh my god! Oh my god. Oh my god. Oh my god. What are we going to do now? Oh my god. Waar is die dude? Zeg me naar buiten! Zeg dan kwijt van mijn moeder! Oké. Nou, oké, dat is afgelopen dus. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik vond het leuk om deze video voor jullie weer te maken. Milan kan ook eindelijk uploaden. Ik heb hem geleerd hoe hij moest uploaden op PlayStation. Dus dat is ook helemaal mooi. Dan komen er ook video's van hem. Hij heeft ook een heel cool spel. Die gaat hij ook proberen te filmen. En ja. Tot de volgende keer weer. Woe! Oh mensen, een issue. Oké, dat was goed.